Laten we snel zoeken naar de kermis, de County Fair. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag gaan we kijken naar een project gemaakt door Dynao. En Dynao heeft dus ook Valley Val Fair gemaakt. Het is eigenlijk een woning met daarvoor een plaats waar een kermis op is gebouwd met diverse attracties. Ik zag ook een achtbaan staan, ik geloof twee zelfs. Dus we gaan snel een kijkje nemen en we vertrekken hier vanaf een van de huisjes. En wat ik zo leuk vond, dat had ik ergens gezien, even kijken. Die huisjes zien er best wel leuk uit, natuurlijk met autootjes bij de garages, ook nog hier een vuilniswagen en verderop zag ik zo'n sproeier. Echt een superleuk object, een object die je eigenlijk niet vaak gebruikt in het spel en heeft hij serieus ook achter nog wat dingetjes gebouwd. Nou, niet echt veel details, maar vooral de voorkant, daar moeten we gewoon even goed naar kijken. En dan hier zien wij de mensen lopen met allemaal ballonnetjes. Ze hebben waarschijnlijk een leuke dag gehad op de kermis. Laten we snel zoeken naar de kermis, de County Fair. Nou, hier komen we binnen en dan zien wij parking $5. Ik wil niet zeggen dat het afperserij is, maar 5 is op zich wel een mooie prijs. En goed geld verdienen voor natuurlijk de kermis zelf. Nou weet ik niet of dat geld natuurlijk naar de kermis zelf gaat. Kijk eens even, het staat al flink vol. Dat betekent een hoop bezoekers. Dat lijkt mij wel. En hier hebben we dan een waarzegger. En die voorspelt je toekomst. Kijk even in de glazen bol en hij zal het vertellen. En wat krijg je eruit? Oh, je krijgt nog iets mee. Oké, okay, oh, ze hebben niks. De ene keer krijg je wel wat en de andere keer niet. En we zien ook een hele grote Mr. Cookie. Er zal reclame worden gemaakt dat ze hier cookies verkopen. En natuurlijk ook beefs, lekkere hamburgertjes. Wat hebben we hier? De Dragon Wagon. En wat is dat? Dat is een kleine kinderachtbaan. Laten we daar eens even in gaan zitten. Verwachten niet te veel van, maar zo'n attractie als dit is natuurlijk wel hilarisch om op een kermis te zien. Ik hou wel van zulke attracties. Ik zou er niet snel in gaan. Kijk, vaak zeg ik wel zoiets van als ik op een kermis ben, ik ga in elke achtbaan die er is. Maar zo'n achtbaan wil ik dan makkelijk overslaan. Want soms die prijzen, dat zijn toch wel best wel hoge prijzen. Dus ja, dat liever dan niet. Een klein rondje. Helaas geen twee ritjes. Maar ik weet zeker dat we mogen blijven zitten van die meneer die daar staat. Nou, dit was de Dragon Wagon. Een leuke achtbaan. Leuk gedecoreerd met ook dat decor wat je hier ziet. Een beetje dat uitklapbare decor wat je vaak ook op de kermissen ziet. Ice cream. En ik zie daar rook. Oh jee. Oh, dit is gewoon een achtbaan. Maar het is eigenlijk een soort van track ride. Heeft hij leuk gethematiseerd met een aantal dieren. Een beetje in een circus thema. Je gaat ook over een brug. Alleen, hij is defect. Dus we wachten eventjes voordat we erin gaan. Totdat hij is gerepareerd. Maar ja, wat moet ik hierover zeggen? Je gaat gewoon een parcours langs op een bepaalde snelheid. Ik zie een aantal pinguïns waarvan er eentje is omgekukeld. Ik zie een olifantje op een verhoging staan. Hier nog twee olifantjes. En het is gewoon, het ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Echt zo'n circus thema. Hier hebben wij ook een hele bijzondere, een doolhof, de Hatch Maze. At own risk. Op je eigen risico kan je dit doolhof doen. Ik kan hem doen, alleen ik ben bang dat ik dadelijk gewoon zeg maar, als het een video wordt van 8 minuten, dat ik dan 6 minuten bezig ben om dit doolhof te halen. Ook dit is wel een beetje scary. Ik ga toch even zoeken naar een andere route. Misschien dat dit de goede is. Ik bedoel, je ziet de achtbaan in de verte. Een betere plek kan je niet hebben in de Dolf. Heb ik hem gehaald? You did it! Oh, dat viel nog best mee. Nou, ik denk toch binnen een minuut heb ik dit gehaald. Leuk! Wat hebben we daar dan nog? Oh, dat is de achtbaan. Dan gaan we verder naar de Starliner. En dat is dan de houten achtbaan van de kermis. Hoe komen we daarin? Ik denk dat we hier via die gravitron, dat we dan eventjes via die soort van Main Street, deze commerciële gamehall straat om het zo te noemen, gaan we hier zoekend naar de achtbaan. Ontzettend populair. Kijk even die wachtrij. En natuurlijk is het niet netjes, maar ik ga hem wel even skippen om zo snel mogelijk een ritje te varen in de Starliner. Nou, we staan op het punt om te vertrekken. Een betere positie kan je niet hebben. En onder mijn facecam natuurlijk ook de resultaten van deze attractie. Is die spannend? Word je er misselijk in? Noem maar op. We zien er ook een luchtballon. Dat zal natuurlijk ook wel vallen onder een attractie, waarschijnlijk wel. En ik moet zeggen, ik mis dat wel vaak bij kermissen. Dat ze gewoon zo'n attractie erbij doen. Gewoon zo'n hete luchtballon. Bij natuurlijk Disneyland Parijs hebben ze zo'n standaard luchtballon. Maar op de kermissen zou ik het nog wel graag veel willen zien. Maar in Nederland is dat natuurlijk niet vaak het geval. Helaas. Want je kan er denk ik wel goed mee verdienen. We
We gaan naar beneden met een snelheid van 66 km per uur. En veel sneller dan dat zal die waarschijnlijk niet gaan. Want het is gewoon een hele leuke familierit voor natuurlijk jong en oud. En dan hoeft die natuurlijk niet zo heel snel te gaan. Nog steeds de luchtballon natuurlijk. Een reuzenrad in de verte. Die had ik nog helemaal niet gezien. Terwijl dat wel een hele opvallende attractie is. Bijzonder. Mooie snelheid. Houden we er mooi in. En dan komen we hier bij de remmen. Kijk eens aan. Natuurlijk is het station een beetje simpel. Maar het blijft dan ook gewoon een kermisachtbaan. Om het zomaar even te noemen. De Starliner. We komen hier aan bij de wc'tjes. Belangrijk als je natuurlijk niet goed bent geworden in de Starliner. Of je hebt te veel van die drankjes genomen. Ik weet niet of het echt alcohol te koop is hier. Want dan moet je natuurlijk ook vaker naar de wc. En hier hebben wij ook weer zo'n misselijkmakende attractie. Die eigenlijk niet mag ontbreken op zo'n kermis. Laten we nog even lopen naar achter. Want daar zien we nog een rupsbaan, geloof ik. En het reuzenrad mag ook niet ontbreken, zoals we net al zagen vanuit natuurlijk... Oeh, wat is hier gebeurd? Oké, extra hekken, een beetje achter de schermen. Leuk dat hij zo eraan heeft gedacht. En hier hebben we een heel leuk caravannetje of zo, lijkt het op. Met een deurtje erin, super grappig gedaan. We hebben ook nog de Craft Showcase. Dat ziet er ook mooi uit, gewoon wat ja artikelen, zeg maar. En even kijken, daar hebben we nog een bar. En wat is dit nou weer? Livestock Show All Day. Er is dus een live show en ik weet niet of dat binnenin is. Maar blijkbaar heeft hij een soort van de wc's gemaakt als een soort ingang naar die show, denk ik. Is het een wc of is het een toiletblok? Nou, dus dan moet je zogenaamd denken dat daar een soort van, ja wat zal zijn, een show is met dieren, denk ik dan, of zoiets. We hebben dan ook nog een draaimolen, die mag ook niet ontbreken. Heel leuk hoe die dat met die hekjes heeft opgelost en die wachtrij. En hier hebben wij dan nog een of andere leuke attractie. Ik weet nooit hoe heet zo'n attractie. De Hyperspin. Ja, het is eigenlijk, die zie je vaak op de oude kermissen. Ik geloof dat deze uit de Vintage Pack komt. Ook hartstikke leuk. En natuurlijk ook nog botsauto's. We kunnen ook koffie halen. Dat is ook hartstikke welkom. En hier ook nog eventjes ballonnetjes die echt massaal worden. Worden ze massaal gekocht of niet? Moi, soms. Ik heb er niet heel veel mee zien lopen. Daarachter zie ik ook nog wat. Ik heb het helemaal nog niet gezien. Even kijken, wat is daar dan weer? Oh, een vuurwerkshow. Misschien moet ik wel even kijken. Is er iets wat we kunnen aanzetten? Ja, ik zie hier een apparaat. En als ik het gewoon even donker maak, kunnen wij natuurlijk wel eventjes kijken naar die vuurwerkshow. Kijk eens even. Ik zal even hier in de verte gaan staan. Dan kunnen wij alles mooi gaan zien vanuit de kermis. Wauw. Ja, vaak is dat natuurlijk ook gewoon heel leuk om een vuurwerkshow, een vaste vuurwerkshow te hebben. Maar je ziet het niet echt vaak bij een kermis in Nederland. Althans, of het moet een opening zijn of een speciale dag of zo. Dan kan er nog wel eens een show komen. Maar dat ze iedere avond op een bepaald tijdstip zo'n vuurwerkshow lanceren, dat gebeurt eigenlijk niet echt vaak. Ik vind het wel heel tof dat ze bij Planet Coaster gewoon dit hebben toegevoegd ooit. Dat is gewoon heel fijn. En vooral, ja, ik vond het toch lastig. Ik bedoel, je bent toch wel een paar uur bezig met zo'n show. Zo'n show is natuurlijk wat korter, maar als je het op muziek wilt timen, met geluidseffecten, dan ben je natuurlijk wat langer bezig automatisch. Dus, ik vond het heel gaaf. Gewoon een mooi gepaste show bij deze kermisgelegenheid. Nou, prachtig. Ik vond het een leuke map. Leuk ook dat het echt zo in zo'n woonwijkje staat. En zullen wij nog even, voordat we gaan afsluiten, kijken, nog steeds niet gemaakt. Nou ja, dat maakt in principe niet heel erg uit. Ik denk niet dat jullie er boos om worden. Dit was de video. Laat een duimpje achter. Volgende keer zijn we terug met een nieuwe aflevering van natuurlijk Planet Coaster. Doei doeg!